Het KNMI waarschuwt voor de lage gevoelstemperatuur. Door de matige vorst en koude wind ligt de gevoelstemperatuur rond de min 12 graden. Maar wat doet de Tilburger eigenlijk op straat in deze kou? Ja, wat zou ik nou doen? Wandelen? Nou, winkelen. Ja, ik moet eigenlijk naar het KBN toe. Een warme trui kopen, hè? Kopje koffie en dan lopen we weer terug naar huis. Ik was eigenlijk een pakketje aan het ophalen. Zolder shoppen. Boodschappen. Ik dacht, ik kom even Tilburg bekijken. Wat doet u om warm te blijven? Flink stoken. Goed kleden, toch? Ja, ik zie er een beetje zwart uit vandaag. En buiten mijn eigen goed aankleden gezeten. Nou, een lekkere dikke jas en een dikke sjaal. We dragen muts. Nou, dat is hier, hè? Mijn eigen aankleden. De verwarming aandoen thuis. Goede handschoenen en muts. Volgens het KNMI is er kans op onderkoeling en koude letsel. Daarom hebben ze code geel afgegeven. Vindt u dat nodig? Nee, dat vind ik wat overdreven. Als Brabander laten we ons niet zo snel pakken, natuurlijk. Dat is een beetje overdreven. Kunt u eigenlijk er goed op kleden? Absoluut niet. Waarom? Waarom niet? Ja, waarom wel? Vooral mensen die nergens aan denken, dus ik denk het wel dat dat goed is. Voor shoppende mensen niet, denk ik. Misschien iets oudere mensen, dat die daar iets meer rekening mee moeten houden, als ik dat zo kan zeggen. Dus ik vind dat wel terecht, dat ze er eigenlijk een beetje extra aan kunnen kleden. Nou, het mag wel hoger, want het is behoorlijk koud inderdaad. En 's nachts is het ook behoorlijk koud, ik trek het niet. Bij mij hebben ze gevoelstemperatuur, ik weet niet van hoeveel... Nou, ze in de Noordpool zijn ze op Nijmegen, hoor.